Yo, VacoGamers, Lars hier. Welkom terug bij meer GTA San Andreas. We zitten hier op de kaart bij C. En C heeft een missie voor ons met een naam die ik bijna niet uit kan spreken. Misappropriation. Klinkt goed. En ik wil Tenpenny niet. Ik wil ook niet barbecuen met Tenpenny. Ik wil Tenpenny gewoon helemaal niet in mijn leven hebben. Ik ben Los Santos ontvlucht om van Tenpenny af te komen. En wat is die hier aan het doen? Aan het barbecuen in zijn uniform en Las Venturas. Hoe erg kan je het krijgen? Niet zo neerbuigend, hè, mannetje? Jij moet helemaal je mond houden, Pulaski. Ja, je hebt gelijk, we hebben allebei een snor. Dat is waar, maar voor de rest? Voor de rest heb jij een blauw shirt aan en ik een groene. Voor de rest heb jij een pistool aan je broek hangen en ik niet. Hé, niet handig om brandbaar spul op de barbecue te spuiten, Pulaski. Auw! Waarom? Hey, ik heb je gewaarschuwd. Ik heb je gewaarschuwd. Niet zeggen dat ik je niet gewaarschuwd heb, Pulaski, want ik heb je gewaarschuwd. Ah, klinkt heel gezellig. Nou, laat me raden, ik moet hem jatten. Waarom vraag je het dossier niet gewoon zelf? Je bent zelf ook van de politieverhuur. Ik krijg niet eens wat te eten. Huh. Niet eens een lekkere hamburger of zo met kaas en uitjes. Altijd wat met die verhuren. Kill the target and grab the evidence dossier. Klinkt als een plan, maar waar is het? Kijk, dan ga ik op Z drukken. En dan weet ik meteen waar het is. Daar helemaal! Poeh, een end. Wat een end rijden. Nou ja, vooruit. Hoppa, kunnen we in ieder geval nog wat motorskills erbij krijgen misschien. Dat zou wel relaxed zijn. Motorskills die kunnen we altijd gebruiken. Kijken hoe snel we kunnen rijden met dit ding. En met deze snelheid ben je zo. Auw! Met deze snelheid ben je helemaal niet zo, want dat duurde te veel te lang. CJ, op je motor, jongen. Ja, dat dacht ik ook dat ik er even mee wegkwam. Maar toch niet. We gaan gewoon lekker door de tunnel. Nou hebben we in ieder geval geen last van tegemoetkomende auto's, maar wel van tegemoetkomende treinen. Dus dan moeten we heel erg vooruit kijken. Oh, dat gaan we helemaal verkeerd als we die kant op rijden. Dan gaan we de verkeerde kant op, dat moeten we niet hebben. Rijd dan maar over de berg, CJ. Hoppa. Het is echt totaal geen motor om door het zand te crossen, maar CJ doet het gewoon. Dat kan die jongen gewoon goed. Whee! Insane stunt bonus $18. Ik vond dat die $19 waard was. Maar wie ben ik? Hoppa. 143 voet, dat is best ver. Kom op CJ, we hebben nog meer dingen te doen vandaag. Zet er eens even een beetje gas achter, jongen. Gas op die lolly, jongen, zeggen ze dan hier in Montfort. Woehoe! Gas op die lolly. Zijn we er al. We zijn er nog niet, blijkbaar. We gaan gewoon lekker zo. Hoppakee! Kijk, zo komen we nog eens ergens. Kijk, die was nog verder, die stunt. Wat is dit voor geheim kantoor? Ziet er eng uit. Erg officieel ook. Bike skill, kijk daar is die. He. En nu. Hier de weg over en dan naar links. Kijk, ik moet gewoon niet altijd door de woestijnen willen crossen. Soms moet ik ook gewoon eens netjes de weg volgen, zoals iedereen. Hoppa. Langs de indianen. Walalala. Gekke indiaantjes, hè? Huh? Oeba, 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 oeba. In het bos wonen indianen. Ze weten niet wat pijlen zijn, maar schieten met bananen. Oempa, 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 oempa. Kunnen we hier niet gewoon naar boven rijden met deze motor? Ik heb geen zin om met mijn lom te rijden. Dat is allemaal veel te ver. Zo. Dan komen we zeker weer een paar van die verschrikkelijk vervelende agentjes tegen zometeen. Die denken dat het nodig is om CJ van zijn motor af te schieten. Ik mag dat soort mensen niet, weet je wel. Laat CJ gewoon op zijn motor zitten. Als CJ daar naartoe wil komen rijden en daar zijn business wil doen, dan moeten zij hem die kans geven, vind ik. Hé. Hey. Kijk eens even, dit gaan we even op een andere manier doen dan dat we normaal doen. Normaal gesproken gaan we de Leroy Jenkins-stijl in. Dan gaan we deze keer anders doen. Even kijken of ik misschien die auto op kan blazen. Op zijn gas tank te mikken.
Dat zou wel vet relaxed zijn. Ontplof! Ontplof! Zijn het gepantserde auto's of zo? Dat zou helemaal niks verbazen als het gepantserde auto's zijn. De target is escaping in de helikopter. Ja, leuk voor hem. Ik hoop dat hij kan vliegen. Net zo goed als CJ. Oh shit. Nou, kom maar op dan. Geef deze maar even mee. Dan ga ik wel weer in de volgende helikopter. Using the remaining helicopter. Tuurlijk, er is altijd nog een helikopter over. Hè? Een reserve helikopter. Die staat hier heel toevallig. Oh shit. Stap in, CJ. Hebben nog meer dingen te doen. Niet op mij schieten. Niet schieten! Niet schieten! Als die ontploft, dan ben ik de lul. Nou, kom, vliegen, CJ, erachteraan. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Waarom doet hij het niet? Waarom doet deze helikopter niet wat hij doet? Wat de... De helikopter wil niet... Oh, daar gaan we. Daar gaan we. Dood. Natuurlijk, ja. CJ gaat er dan maar ook met een grote knal uit. Boom. Kom, CJ, boom. CJ, doe boom. Goed zo, hè. Nice. Mission failed. Geweldig. Low game. Nee, niet die. Die. Hupsakee. Nou. Ik zie jullie zo meteen terug bij de helikopter. Tot zo. Daar gaan we weer. Take 2. Kijken of het deze keer wel lukt. We gaan er misschien eens wat makkelijker en wat sneller in. Kijken of dat beter werkt. De vorige keer ging dat niet zo goed. Toen ging ik op die auto mikken, maar die auto is waarschijnlijk gepantserd. Dus daar ging het helemaal verkeerd mee. We gaan gewoon direct voor de agenten deze keer. Dat is 1, wou ik zeggen. Maar hij gaat niet dood. Hij wel. Prima. Huppakee, submachine gun skill. De target is escaping. Dat is niet zo erg. We gaan er gewoon achteraan. We moeten zorgen dat deze gasten dood zijn voordat we die helikopter pakken. Ik heb geen zin dat ze hem nog een keer uit de lucht knallen. Ja, ja. Kan niet alles tegelijk. De target is escaping, weet ik. Weet ik dat hij ons aan het ontsnappen is. Maar we moeten eerst die gasten opruimen. Eerst die gasten opruimen, dan weg. Zo werkt dat. Zijn er hier nog meer? Nee. Hup, snel met de helikopter, CJ. Snel erin en wegwezen, jongen. Voordat die figuren... Ja, don't let the target get away. Die target die get zometeen waarschijnlijk wel away. Kijk, dan kan hij eindelijk vliegen, die helikopter. Hé, hé. Daar zijn ze. Nou, die raak ik niet meer uit het oog, hoor. Die verlies ik niet meer uit het oog. Ik zit erbij als een nijdige wesp. Zo. Hé, jongens, zo laag vliegen is gevaarlijk, hè. Dat weten jullie zelf ook. Hopelijk. Misschien dat jullie mijn vliegtuig nog wel zien staan, zo meteen links. Nee, toch niet. Ik ben hier namelijk gewoon met mijn vliegtuig naartoe komen vliegen. Dat ging een heel stuk sneller dan met de auto. Hoef ik niet meer over de wegen en zo, kan gewoon over de bergen heen. De crashte, heel toevallig crashte ik op mijn eigen vliegveld. En er stond nog een vliegtuig gereed. Dus ik denk, kom, laat ik eens met het vliegtuig gaan. Dat ding staat er niet voor niks, hè? Zo. Nou, kom op meneer met de helikopter, waar gaan we naartoe? Ik moet gewoon achter me aan blijven vliegen voorlopig. Als een wesp die limonade ruikt. En dan is die helikopter van de doelwit de limonade. En ik ben gewoon CJ. We vliegen hier wel over Area 69 heen, hè? Dat weet je zelf ook wel, CJ. En waarom gaan die helikopter... Juist. Scheisse. Dat betekent dat er gewoon het leger achter me aan zit. Help, auw. Dit is best wel zeer. Dat was het luchtafweer geschud. Uh-oh. Uh-oh. Ik heb een probleem. Als die helikopter of als de jachtvliegtuig op mijn jacht op me gaat maken. Ik heb echt zo'n ontiegelijk probleem op dit moment. Het hele leger zit achter me aan. Helemaal paniek. Hopelijk lukt het nog. Dat zou wel fijn zijn. Dan kan ik daarna proberen om vanuit 5 sterren te ontsnappen. Dat gaat never nooit lukken natuurlijk. Maar ik kan het altijd proberen, toch? En hier in de stad kunnen die Hydra's niet zo goed vliegen. Dus dan hoop ik dat ik een kans maak. Oh scheisse, daar zijn ze al. De target is de Bandit helikopter. Weet je wat, ik doe me ermee. CJ eruit, jongen. Uh-oh. En nu? Waar zijn ze? Dit gaat helemaal mis, jongens. Het leger zit achter me aan. Oh. Waarom moet ik ook altijd de problemen opzoeken? Altijd hetzelfde verhaaltje met die gast. Is dit alles wat ik nog heb? Dan ga ik het er niet meer winnen van het leger. Hou nou eens even gauw op. Oh nee, ik heb toch deze. Waar is mijn gezondheid gebleven? Iemand heeft mijn gezondheid gestolen. Jij zeker, hè?
Dat was hij. Ongetwijfeld dat hij het was. Au! Wee! Zag je hem gaan? Jij, hè? Jij bent het gewoon. Stink het. Jongens, dit ga ik never nooit redden. Dit ga ik niet redden. Oh. Hoe kan dit nou weer? Ja, schiet me lekker op me. Zo. En jij erachteraan. Tuurlijk. Als ik nog één kogel krijg, ben ik gewoon dood. Hè? Dat hebben ze zelf ook al in de gaten, hopelijk. Waar gaat hij nou helemaal naartoe? Daar. Ja hoor. Dag CJ. De groeten. Hey Falco Gamers, ik ga deze missie even een klein beetje oefenen. En dan zien jullie me de volgende keer hopelijk weer terug. En als het dan wat beter gaat. Het leger is me ondertussen vergeten. Ik ben al mijn wapens kwijt. Dat had ook niet veel slechter kunnen gaan. Ik zie jullie de volgende keer terug bij meer GTA San Andreas. En dan gaat die missie hopelijk wel goed. Stinkagent. Mazzel!